Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anwar. En vandaag gaan wij een cv-ketel installeren van het merk Integas HRE type 3630. Persoonlijk vind ik deze ketel ook heel erg goed, heel erg degelijk en betrouwbaar. Zoals je ziet, hier heeft eerst een oude Valiant ketel gezeten. Of hij hangt nog steeds zelfs. Valiant solide. Deze ketel is al heel oud en hij moet eruit, want er moet een nieuwe ketel komen. En zoals jullie zien, naast mij zien de leidingen echt niet uit. Dus aan ons de taak nu om de ketel te plaatsen, maar ook de leidingen te fatsoeneren. En we gaan ook uiteindelijk de rookgasafvoer vervangen. En ik heb aan het einde van deze video een hele leuke verrassing. Want dames en heren, ik ga jullie de nieuwe Integas Extreme gratis weggeven. En als dat niet alles is, ik kom hem ook samen met Abdou gratis voor jullie installeren. Yeah. Ongelooflijk! Applaus, applaus! Een van de belangrijke voorwaarden om aan deze actie mee te doen is dat de koffie aanwezig moet zijn. Anders komen we niet. Laten we beginnen. Dan is het nu tijd om de cv-ketel te installeren. Voordat je de ketel installeert, moet je ervoor zorgen dat de opstellingsruimte voldoet aan de installatiehandleiding van de betreffende ketel. Ik heb dit heel vaak verteld, jongens, maar ik kan het niet vaak genoeg vertellen. De opstellingsplaats moet echt voldoen. Er mogen geen brandbare spullen zijn, zoals verf, terpentine of voedingswaarde. Zorg ervoor dat de ketel vrij hangt. De ruimte waar de ketel komt te hangen, daar mag geen bevissingsgevaar ontstaan. Stel voor dat jij de ketel in een tuinhuisje plaatst. Dan moet ik zeggen dat ik dat altijd niet verstandig vind. Maar stel voor dat het voorkomt. Daar is natuurlijk de bevriezingsgevaar heel groot. Dus daar moet je ervoor zorgen. Je voorzorgmaatregelen treffen zoals een vorstkacheltje. Want op het moment dat de ketel in storing treedt in de winter, dan is die niet beveiligd. En dan kan je je cv-ketel kapot vriezen. En ik heb dat al heel vaak meegemaakt. Ik ga de ketel hier ophangen en ik zorg ervoor dat die recht voor mij staat. Dat is gewoon makkelijk tijdens het onderhoud. Daar hoef ik niet te klimmen of op mijn buik te liggen om het onderhoud uit te voeren. Ik wil gewoon dat de ketel lekker voor mij hangt. Send me a message, like location, I'm gonna come, ask Maja. Zo, de ketel hangt. We gaan hem nu aansluiten. Alleen ik vind dat deze opstellingsruimte, het mist wat. Het mist wat sfeer. Het is een beetje kil. Dus ik ga daar wat aan doen, want ik kan zo niet mijn werk doen. Ja, deze mooie bloem zit ik hier. De call from Zaan. Is toch prachtig, jongens? Kijk eens, jongens. En om het echt af te maken, kom hier op doen. Jongens, weet je, het is, we hebben zwaar werk. En het is ook leuk werk. Maar je moet het ook gezellig maken voor jezelf. Dus we hebben hier lekker Marokkaanse thee met koekjes en dingetjes en dutjes. Dan gaan we eerst opeten en dan gaan we er tegenaan. Zo. En mint thee, jongen. Het lekkerste wat er is. Oeh, dat is heet. Nou ja, goed. Mijn handen zijn net handschoenen. Dus even kijken. Taking it easy, cause nothing is mine. Everything I thought I had, even my life. That's why every time I look up to my love, everything belongs to you. Yeah. Yeah, me, sometimes I can't be ungrateful, but I they beg me to lose it. Cause if you wanna. Alsjeblieft, jongen. Er zit lekker verse mint in. Heerlijk. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb nu het gevoel dat ik lekker thuis ben. Heerlijk. Je zal zien dat deze ketel eigenlijk dadelijk heel erg goed is aangesloten. Deze stopcontact zit verkeerd, dus die moet verplaatst worden. De elektricien komt daar morgen voor en die gaat hem dus helemaal hier opzij zetten. Op een veilige plek, dat hij dus niet onder, onder de cv-ketel zit. Want als er lekkage is of iets dergelijks, dan kan het zo in je stopcontact komen. En dat is natuurlijk best wel gevaarlijk, dus dat willen we niet. Dus hier naartoe verplaatsen is veel beter. Maar nu gaan wij gewoon verder werken en we sluiten alles aan en dit wordt dit morgen opgelost. Ik begin eerst met de retourleiding en je ziet, ze komen hier allemaal met flexibele leidingen. En we gaan natuurlijk niet verder met flexibel, we gaan het allemaal netjes buigen met koper en staal. Dat ziet er natuurlijk veel gelikter uit en je mag dan trots op je werk zijn als je klaar bent.
Send me a message, like location. I'm gonna come, ask my wife. Whatever you want to, it doesn't matter. I'm gonna smile. Dan gaan we persen. Ik gebruik hier een verloopje pers 20 naar knel 22. En waarom gebruik ik deze keer knel? Omdat het gewoon makkelijk is. Als je dus dingen later wilt demonteren, is het mogelijk. Nou, ik begin eerst met de retour. Plaats altijd zo dicht mogelijk op de keten plaats ik de vulkraan. Ik dus daarvoor een T-stuk 22 half duims. Die zit vast. Zo, en dan doen we hier de T-stuk voor de expansievat. En daarna doen we de vel afscheiden. En waarom doe ik dat zo? Want dan zit de expansievat na de vel afscheiden. Dat is beter voor je expansievat, want dan gaat die wat langer mee. En de expansievat moet natuurlijk altijd op de retour. Dus vergeet dat niet. Dan ga ik hem met de uiteraanboog ga ik mijn leiding ontbramen. Dat is gewoon lekker snel. Zo. In Dagestan, people live in mountain. And you know it's like the fly. And when you have had life, becomes also very easy. Because you have motivation, you hungry. All my life I trained that I have big fire inside. Big fire inside. 7 billion people, who the best, who the best. Bring this guy, please, this is all about me. With most Allah or with me, God do his job perfectly. With us or without us. So. Het is heel erg belangrijk wanneer je de expansievatbeugel aan de muur bevestigt, dat je hem echt stevig bevestigt. Want de expansievat 18 liter, dat betekent dat er 18 liter in kan stromen. Plus het gewicht van de expansievat kan zo naar 20 kilo oplopen. Dus de muur moet echt stevig komen te hangen. Want ik zie wel eens expansievat, die staan helemaal zo gebogen. Of ze levensmoe zijn, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Met de kou toevoer. Number one job is defend my title. If you lose something, everything go down. Dan gaan we de inlaatcombinatie plaatsen. En een inlaatcombinatie moet je altijd zo dicht mogelijk op de ketel plaatsen. In de koudwaterleiding natuurlijk. En de inlaatcombinatie heeft drie functies. Het is een afsluitkraan. Het is een overstort. Oeps, een overstort. En het is ook nog eens een keer een terugslagkrep. Dus dat zorgt ervoor dat het water niet terug kan stromen. Dat is een beveiliging voor je koudwaterleiding. En je moet even opletten, er zit een pijltje op. En dat pijltje moet altijd naar de ketel toe wijzen. Draai je hem om, dan gaat het niet werken. Dan krijg je geen water, want dan zit je terugslagklep tegen te werken. YouTube, I'm kidding. I'm kidding. Klein aandachtspuntje, de vulkraan moet altijd een kraan zijn met een terugslagklep, niet vergeten. De gaskraan moet altijd bestaan uit twee delen, dus een los afneembare deel. En als je de gaskraan aansluit op de ketel, zorg ervoor dat de vaste deel, dus waar de afsluiter op zit, dat dat aan de buis aan de onderkant vast zit. En dat de deel wat los afneembaar is, aan de ketel vast zit. En waarom doe je dat? Stel voor dat je de ketel wilt demonteren of eraf halen, dan kun je de kraan dichtzetten. En dan kun je deze koppeling losmaken en je kan de ketel weghalen. YouTube, I'm kidding. I'm kidding. I'm not in danger. Nou, dan gaan we nu de aanvoer aansluiten op de cv-ketel. Als je de aanvoer aansluit, is het natuurlijk van belang dat je dus de overstortbeveiliging erop monteert. Probeer hem zo dicht mogelijk op de keten aan te sluiten, want dan doet hij zijn werk het beste. We gaan zo meteen de rookgas ervoor plaatsen, maar jullie zien dat ziet er niet uit hier. Ze hebben lekkages ooit gehad en ja, dit moet gewoon veel, veel, veel beter. Dus wat ik ga doen, ik ga dit iets veiliger maken. Alle leidingen zijn nu aangesloten. Ik ga nu beginnen met het aansluiten van het rookgasafvoer. En ik ga zo meteen ook het dak opklimmen om het dakdoorvoer aan te leggen. Jongens, geen grap. Op het moment dat je het dak opklimt, zorg ervoor dat je veiligheid voorzorgmaatregelen treft. Je bent altijd met z'n tweeën en je hebt je veiligheidsvalbeveiliging om. Heb je dat niet, dan kun je bij mij bestellen de veiligheid Helium Safe Pak. Ik ga je zo meteen laten zien wat dat is. Dus laten we beginnen.
Zo, de dakdoorvoer zit erin. We gaan nu de rookgasafvoer aansluiten. En een rookgasafvoer moet je altijd echt goed beugelen. Als je wil weten hoe je moet beugelen, check dan de documenten, installatievoorschriften van het merk rookgasafvoer die je gebruikt. Want echt waar, de meeste ongelukken in Nederland komen door slecht gebeugelde rookgasafvoer. Dus daar moet je echt goed op letten dat je hem heel goed beugelt. En je kan beter een afvoer of een beugel extra geven dan één te weinig. We hebben hier een normale aan-uit thermostaat, dus ik heb hem op 6 en 7 aangesloten. Stel voor dat je dus een modulerende of een open therm thermostaat hebt, dan moet je hem op 11 en 12 aansluiten. When I was younger, I wanna grow up so fast, but nobody told me it would be so hard. I thought when I grow up, I can. Dus je voor altijd gevuld monteren op de ketel. Like a prison, cause I am free now from my responsibilities. Now I'm away from my fantasies. I'm living 3D in reality. De installatie van deze cv-ketel is bijna afgerond. Ik heb net gevuld en ik heb ontlucht. En ik ga zo meteen mijn O2-afstelling controleren. En ik ga de cv-ketel checken op gaslekkages. En ik controleer natuurlijk ook mijn rookgasafvoer of die niet lekt. Als je wil weten hoe je de onderhoud en de O2-afstelling van de Intergas HRE kunt uitvoeren, check dan de link hierboven. Daar leg ik het je uitgebreid hoe dat moet. YouTube, I'm kidding. I'm kidding. I'm not in danger. De installatie van deze cv-ketel is helemaal afgerond. Het enige wat ik moet doen is de garantiekaart invullen met de klant en opsturen naar Intergas, zodat ik mijn volledige garantie kan ontvangen. En ik zou het bijna vergeten, maar wat moet je doen om die Intergas Extreme te ontvangen? Dat is heel simpel eigenlijk. Het enige wat je hoeft te doen is natuurlijk geabonneerd te zijn op mijn YouTube kanaal. En ik wil dat je deze video minimaal één keer deelt op Facebook of Instagram. Maakt mij niet zo heel veel uit. En ik wil dat je mij volgt op mijn Instagram account Anolso. En dat is het eigenlijk. En voor de rest wat ik doe aan het eind van de ritje zal ik alle namen in een bak doen. En ik zal daar met de geblinddoekt zal ik daar één naam uittrekken. En diegene mag die keto hebben. En als dat niet alles is, kom ik hem samen met mijn grote kameraad Abdou voor jou gratis installeren. De enige waar je voor moet zorgen is een lekker bakje koffie. En voor de rest hoop ik echt degene die deze cv-ketel vindt, dat hij hem ook echt brood nodig heeft. En stel voor dat jij net je cv-ketel hebt geïnstalleerd of iets dergelijks. Maakt niet zo heel veel uit. Eén momentje. YouTube, I'm kidding. Maakt mij niet zoveel uit. Je mag deze keten aan iemand anders geven. Of iemand die jij aardig vindt of lief. Aan je vader, moeder. Maakt mij niet zoveel uit. Diegene die, waarvan ik het kaartje trek, die heeft gewonnen. En dat was het eigenlijk, jongens. In elk geval, ben je nog geen abonnee? Ik zou me snel abonneren als ik jou was. Want anders ga je die cv-keten echt missen. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Mijn kinderen roepen mij. Oh, mijn kinderen moeten huiswerk maken. Ik kom eraan! Bizar dit. Niet gepland. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye! Oh ja, trouwens een dadel met een walnoot erin. Jongens, aanradertje. Ik zou hem kopen als ik jou was. Bye! YouTube, I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm not in danger. My love is tired. It's a joke. Don't buy me for another way. Yeah, yeah. I'm not in danger. My love is tired. We back, baby. We back, baby. Yes, you took on me, fam. I got banned for a week. For a week. Yeah, 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 yeah. So one of my videos, I crossed the line. And they say, no, nah, nah. Get out of here. Oh.